Het ratificeren van het anticorruptieverdrag van de Verenigde Naties zal Suriname in staat stellen om beter onderzoek te doen naar verdwenen staatsmiddelen in zowel Suriname als het buitenland. Professor Peter Diekman zegt dat Suriname op de drempel staat dit verdrag te ratificeren. Diekman geeft aan dat als Suriname corruptiegelden wil terughalen, diverse actoren zullen moeten samenwerken. Het ratificeren van dit verdrag vergroot de mogelijkheden om onderzoek te doen. Belangrijk is als je zo'n verdrag ratificeert, en ratificeert betekent dat je het formeel erkent en dat je je er ook aan gaat houden, dat zo'n internationaal verdrag regels heeft die stijgen uit boven je eigen wetgeving. Met andere woorden, het land, wanneer het ratificeert, zegt wij zullen ons aan die internationale regels gaan houden. En dat betekent dat die regels in hiërarchie hoger zijn dan je eigen wetgeving. Dat geldt ook voor andere landen. Met andere woorden, alle landen, en bijna alle landen in de wereld, hebben dat verdrag getekend. Je kunt dus, als je het verdrag ratificeert, dan kun je er dus ook gebruik van maken. Dan kun je er een beroep op doen. En dat is buitengewoon belangrijk, want dat verdrag geeft jou veel mogelijkheden om onderzoek te doen in andere landen. Ik zal één heel specifiek voorbeeld noemen. En dat specifieke voorbeeld dat betreft het bankgeheim. Je zult ook in Suriname onderzoek beginnen bij banken. En banken gaan meteen op hun achterste benen staan en gaan meteen zeggen, er is bankgeheim, dus u heeft geen toegang tot de bankgegevens van onze cliënten. Jammer, want in dat internationale verdrag staat dat er geen hindernissen mogen worden opgeworpen, ook niet in termen van bankgeheim. Dus het bankgeheim dat geldt in Suriname, maar ook het bankgeheim dat in andere landen geldt, wordt gewoon overruled door dit verdrag. Hij wijst er wel op dat het anticorruptieverdrag van de Verenigde Naties aangeeft dat dergelijke onderzoeken moeten plaatsvinden binnen de grenzen van de fundamentele beginselen van het nationale recht. Dat betekent, je moet naar het lokale recht volgen. Als je geld uiteindelijk hebt gevonden, stel we komen bij de heilige graal en we hebben de zak met geld gevonden, even hypothetisch. Ja, dat kun je niet in je zak steken en meenemen om het bij de minister van Financiën in de kast te storten. Nee, dan heb je een lokale rechter nodig die punt 1 die bankrekening bevriest. Die punt 2 zal zeggen ik zal het confisceren. En die punt 3 zal zeggen ik geef ook toestemming dat het wordt overgemaakt naar de staatskas van Suriname. Okay. Dus je moet je wel aan de lokale regels houden. Professor Peter Diekman sprak gisteravond tijdens Econotori van de Vereniging van Economisten in Suriname. Hij besprak mogelijkheden hoe Suriname onderzoek kan doen naar verdwenen staatsmiddelen of corruptiegelden. Dat wordt ook wel follow the money genoemd.